Auto versneld. De start is gevallen. Cassandra D. die gaat naar de leiding. Cassandra D. aan de buitenkant daarnaast Griff Junior. Die krijgt even nul op het request. Want Von Pompon ligt aan de binnenkant daarnaast. Helemaal aan de buitenkant daarnaast. Derde spoor Freedom Fighter. Teruggenomen wordt achterin Greta Postumus haar paard, Dancing Noble. En zo gaan de paarden de eerste bocht door. En het is de Korrelbrigade vooraan. Een korrelige eerste bocht, mag je rustig zeggen, met Cassandra D. en Von Pompon. Maar nu komt er toch wat druk aan de buitenkant. Griff Junior gaat de leiding overnemen. En aan de buitenkant blijft hangen Freedom Fighter. De baaneigenaar voorop. En wat wil de baaneigenaar? Die gaat even lekker in gesprek met Paula Bakker. 12-1 is de opening. En Casper heeft blijkbaar gezegd dat hij niet eraan af gaat geven. Dan heeft nu Paula Bakker een probleempje. Want aan de binnenkant kan ze ook niet terug. Want daar zit Cassandra D. Daarachter volgt aan de buitenkant Gibson Boko op plaats 4. Vijfde is Von Pompon. Zesde ligt er mooi in Heren Speukenswijk. Zo gaan de paarden de bocht door. Daarachter ligt in zijn eerste koers ooit... Willem Hendricks met Riade Boko met daarnaast in de buitenkant Fleur Starleek. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune. Nog één ronde te gaan straks en Grift Junior leidt. Grift Junior, daarachter Cassandra D. Die wordt wat driftig op die rug, maar die kan geen kant op. Tussentijd 15-9. Buitenkant Freedom Fighter, ook aan de buitenkant loopt Gibson Boko. Wat ligt hij er mooi in? En daarachter Heren Speukenswijk. Daarachter aan de relingzijde volgt Dancing Noble met Greta Postumus. Dan Fleur Starleek, daarachter aan de relingzijde de Zwageman kleuren. Die worden gedragen door Mr. Zwageman zelf, Fleur Zwageman, Klaas Zwageman. En de laatste plaats op dit moment is voor Driade Boko. Paarden gaan voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. En Casper kan dicteren op zijn eigen baan. Dat vindt hij prettig. Maar in de koers wordt dat over het algemeen alleen geaccepteerd. Als je ook het beste paard hebt. Heeft hij die vandaag? Paarden zijn halverwege de rechte lijn overzijde. Komen nog geen aanvallen. Jaap ter Stal doet dat heel slim. Zet heel even zijn paard in de derde spoor. Gelijk wordt er voor hem gereageerd en voor hem uit. Gaat nu naar voren Gibson Boko. Gibson Boko gaat Heren Speukenswijk brengen. En zo gaan ze de laatste bocht in. Heren Speukenswijk aan de buitenkant nu in het derde spoor. Gibson Boko neemt de leiding over. Heren Speukenswijk naar plaats 2. Grift Junior valt terug. Freedom Fighter gaat ook niet harder. Aan de binnenkant zit Cassandra D. helemaal vast. En zo gaan ze de laatste bocht door. Komen ze de laatste rechte lijn in. En dan leidt nog altijd Gibson Boko. Je ziet Leonie Kalis al bijna grijnzen omdat het waarschijnlijk gaat lukken. Heren Speukenswijk probeert het wel, maar het wordt gewoon Gibson Boko. Gibson Boko met een lengte. Aan de buitenzijde komt Fleur Starleek. Die komt er wel hard aan, maar het is Gibson Boko. Go baby! Go, go, go! Gibson Boko!